Vos bestaat ruim 85 jaar. Dat lijkt mij een reden voor een feestje. Hoe gaan jullie dat vieren? Sowieso intern maken we daar een mooi feest van met elkaar. Maar daarnaast vieren we dat heel graag met de wijk. En dat doen we middels een open dag. Wat is het programma? Ja, heel divers. Wat wij gaan aanbieden aan de buurt is een stukje kennismaking met de brandweer. Met alle stukken gereedschap en auto's die wij kunnen bieden. Middels een aantal demonstraties laten we ons werk zien. En we bieden de gelegenheid voor kinderen om op een speelse manier eens kennis te maken met hulpverlening. En de rook, brandveilig leven. Ja, dingen die belangrijk zijn om mee te geven. Er is van alles te doen. Het is voor jong en oud en voor elk wat wils. We gaan hier bij de kazerne een hulpverleningsexperience inrichten. Waarin mensen zelf een deur kunnen forceren of zelf kunnen knippen in een auto. Verder gaan we bij het Heukelompark hier 200 meter verderop een demonstratieveld inrichten. Waar verschillende demo's te zien zijn. Bij de Vecht gaan we een duikdemo geven. Dus daar komen de duikers van Maarsen langs om een demonstratie te geven. Verder is er ook Lego Incidenten City is aanwezig. Daar kunnen mensen incidenten zoeken in een Lego stad, zeg maar. En daar kunnen ze een prijs mee winnen, dus daar kunnen ze ook interactief meedoen. Verder is er bij de Parel van Zuilen hier ook vlak naast een foodcourt. Dus daar kunnen mensen een versnapering halen als ze willen. Kan iedereen bij de brandweer Zuilen komen werken? Ja, in ieder geval de mensen die tussen de 18 en de 50 zijn en het leuk vinden om iets te betekenen voor de maatschappij. Die zijn van harte welkom om bij te dragen aan de brandveiligheid in deze wijk. We zijn ook hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus dat is ook een reden voor ons om daarvoor in ieder geval nu de banner aan de post te hebben hangen. En ook op de open dag mensen te vragen die geïnteresseerd zijn bij de brandweer wat te willen toevoegen. Dat kan. Het is wel, je moet natuurlijk fysiek fit zijn. Je moet ouder zijn dan 18. En in ons geval woonachtig zijn in de wijk Zuilen. En daar hebben we een aantal testen voor. Op het moment dat jij interesse zou hebben om bij de brandweer te kunnen. Dan word je getest op fysiek vlak en op mentaal vlak. En dan kijken we of je past binnen de club. Qua brandweeropleidingen volg je bij ons bij de regionale brandweer een opleiding tot brandweerman. Daar voorzien wij je van een opleiding. En hoe lang duurt zo'n opleiding? Het ligt eraan of je hem op de dag volgt of in de avondklas. Maar dat is een jaar tot 2 jaar opleidingstijd. Jullie hebben ook een nieuwe brandweerauto. Wat is er anders aan deze auto? Ja, deze auto biedt ons de mogelijkheid waar we vroeger met hoge druk haspels op te laden. Dus dat was eigenlijk een wat kleinere diameter slang. Heeft deze auto nieuwe slangen. Waarmee we veel meer water tegelijkertijd op kunnen brengen op vuur. Dus zijn we gewapend tegen hogere vuurlasten die we tegenwoordig tegenkomen. En daarnaast is het systeem ook ondersteunend voor ons optreden hier in de wijk Zuiden, maar bijvoorbeeld ook in Overvecht met flatbranden. En kunnen we gemakkelijk nu met veel slanglengte naar boven toe om snel op te kunnen treden. Moet je voor deze open dag aanmelden? Nee, het is gewoon vrij toegankelijk en ook gratis toegankelijk. Dus ze kunnen gewoon de dag zelf komen op 15 april. Vanaf 10:30 ongeveer beginnen we. En iedereen is gewoon welkom. Je kunt in de buurt parkeren. Waar kunnen de mensen meer informatie vinden als ze dat wensen? Dat kan via onze website brandweerzuilen.nl/opendag.